Hallo en welkom bij Pretparkwereld. Vandaag zijn we in de Winter Efteling en daar hebben we heel veel zin in. Jazeker. Het gaat eindelijk weer beginnen met entertainment, dus laten we gaan beginnen. Ja, en nou gaan we door de winterweide lopen. Die was er vorig jaar ook en laten we kijken of er dingen nieuw zijn. Yes, ik ben benieuwd, dus laten we gaan. Nou, hier hebben ze twee nieuwe spellen. De eerste is Pinguin Pret. En dat is eigenlijk eentjes vangen, alleen dan met pinguïns, een winterversie. Ja, en het tweede spel is De Gladde Gooi. Ja, en dat is een soort van basketbal gooiachtig idee. Ja, dus ik vind het wel leuk. Het is meer interactief dan vorig jaar, dus er zijn veel meer leuke dingen om te doen. Ja, en dat is wel leuk. En hierachter staat ook een podium op de Winterweide, want dit jaar is er ook entertainment te vinden. Dat was vorig jaar dacht ik ook de bedoeling. Is uiteindelijk wel geannuleerd vanwege corona. Maar nu is er weer entertainment op, dus dat is heel fijn. Dus laten we even gaan kijken. Wat fijn dat jullie vandaag met ons het winterfeest willen vieren. Ja, en wij wensen jullie allemaal natuurlijk nog een hele fijne dag in de Winter Efteling. Bye bye! Bye bye! Zie je dat? Nou, en nu gaan we pinguïns hengelen. Dus laten we hopen dat we geluk hebben. Maar je bent sowieso gezalig een huiltje. De eerste is 1. Eén keertje spelen, twee spelen. De tweede is ook een 1. Eén keer, ja. Dat is ook een 1. Kijk eens aan. Nummer 1 ook inderdaad. En nummer 2, kijk eens aan. We komen er wel. De laagste. En nog een nummer 2, kijk eens aan. 4, 6, 8 punten. Nou, mag jij er nog 3 doen, want jij bent beter in vangen. Ja, we gaan er weer 3 vangen. Maar het is goed, gigantisch en uit. Een 2, kijk eens aan. Wat staat hieronder? Ook een 2, kijk eens aan. We hebben nu als 13 punten. Kijk eens aan. Alsjeblieft. En nog een hele fijne dag vanuit. Ja, dank je. Tot ziens. Ja, nou, we hebben een hele mooie rendierknuffel gehaald. Zeker een leuk spelletje. Nou, en nu gaan we natuurlijk verder door de Efteling. Ja, we gaan onze vriend... Hoe heet hij eigenlijk? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Goed dat je het even zegt. Ja, laten we eventjes bedenken hoe die gaat heten. Rudolf, dat is wel leuk, want dan moeten we alleen nog een rood neusje halen bij Carnaval Festival, dus laten we gaan. Ja, oké, dat is een goede naam. Ja, dat is wel een goede naam. Alleen dan moet hij nog een rood neusje krijgen en dat kunnen we natuurlijk regelen bij Carnaval Festival, want daar hebben ze allemaal een rood neus. Dus, dus laten we naar Carnaval Festival toe gaan. Yes. In het Carnaval Festival zitten nieuwe figuren. Ja, Sinterklaas.
En nu ook zijn paardje Ozensnel. Dat is het eerste jaar dat dat zo is. Ja, ik vind het wel leuk dat Efteling dat doet. Ik hou er wel van. En ja, dadelijk gaan ze wel weer weg. Moeten we weer een jaar wachten. Maar ik vind het wel leuk dat Efteling zoiets doet. Ja, echt heel erg leuk. Alleen nu gaan we snel door naar onze missie. Want we moeten natuurlijk een rood neusje scoren voor hem. Want dan is het Rudolf de Rendier. Nou, en hier is de wereld van Simbad. Die zijn ze natuurlijk ook aan het bouwen. Die gaat ook binnenkort in de winter open. Ik weet niet precies wanneer. Ik ben wel heel benieuwd. Het ziet er wel echt heel gaaf uit. Ik ben echt wel benieuwd. Ik hoop dat dit echt een fantastisch ding wordt. Ik ga er niet al te veel hoop op leggen. Maar we zullen zien binnenkort. Ook op Pretparkwereld natuurlijk de opening ervan. En Max en Moritz staan ook weer in het sneeuw. En op heel veel plekken van het park staan allemaal vuurkorven. Dat was vorig jaar niet zo. Dat vond ik wel minder dat eigenlijk alleen op de winterweide het echt winters was. Dat miste ik wel en daar ben ik blij mee dat dit jaar wel weer terug is. Dat op elke plek weer een vuurkorf staat. En in de winter Efteling zitten alle paddenstoelen bekleed met sneeuw. En dat ziet er zo mooi uit. Nou, ik ben ooit wel heel jaloers op Doorn Roosje, want jij die kan heel de winter gewoon lekker doorslapen. Lekker warm in de bed, dat wil ik ook. Dus wisselen. En Langnek heeft ook een hele mooie oorwarmers op. En dat ziet er ook wel leuk uit. Ik vind eigenlijk dat hij in de zomer gewoon een koptelefoon op moet hebben. Maar ja, ik beslis dat helaas niet. Efteling Kids Radio. Nou, en hier bij Roodkapje liggen er ook mooie cadeautjes. Ja, dat is ook zeker leuk. En ook alle paddenstoelen zijn al voorzien, die hadden we eigenlijk al gezegd. Maar ze hebben ook een winters muziekje. Oh, dat had ik nog niet gehoord. Maar blijkbaar is er ook dus een winters muziekje. Dat is wel leuk, dat Efteling toch een beetje onderscheid maakt van zomer en de winter. Lang en gelukkig. We gaan nu naar het sprookje De Wolf en de Zeven Geitjes. En die is ook heel mooi geversierd. Nou, laten we gaan kijken. En Kleine Boodschap die heeft ook een speciaal winters geluidje. Nou, dat was alweer het einde van deze video. Vond je hem leuk? Vergeet dan geen klein duimpje omhoog te doen. En druk ook zeker op de abonneerknop om geen enkele video te missen. En druk ook op het belletje. Yes, en dan zien we de volgende keer bij een nieuwe video. Doei! Doei.